Hallo iedereen en welkom bij de vierde NVC-vlog. Vandaag hebben we een speciale aflevering. We krijgen vandaag niet een kijkje bij iemand thuis, maar we krijgen een rondleiding bij Aquazoo Leerdam door Edwin Verkel. Edwin is medewerker bij The Young Marine Life, een groothandel in de zeewaterhobby. En naast zijn werk is hij een van de drijvende krachten van vrijwilligers achter Aquazoo Leerdam. Over de Aquazoo heb ik eigenlijk alleen maar positieve dingen gehoord. Dat ze gezellige medewerkers hebben en dat de bakken er altijd mooi bij staan. Dus bij deze wil ik Edwin welkom heten. En Edwin, zou je ons meteen een introductie kunnen geven over hoe de Aquazoo is ontstaan? En hoe houden jullie alles draaiende daar? Hoi Niels. Allereerst superleuk dat jullie van het NVC aan mij hebben gedacht en aan de Aquazoo Leerdam om een vlog op te nemen. Aquazoo Leerdam is een onderwaterdierentuin. En deze onderwaterdierentuin wordt onderhouden door vrijwilligers van aquariumvereniging De Discus in Leerdam. Dit is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. We hebben in 1990 hebben wij onze eerste tentoonstelling gehad. Dat was omdat de aquariumvereniging toen zoveel jaar bestond. En dat zou toen eigenlijk maar een eenmalige actie zijn. Die is toen ook eenmalig geweest, 10 dagen. En dit bleek zo'n groot succes te zijn. Dat wij dat 4 jaar later nog eens dunnetjes over hebben gedaan. Met het enige verschil dat sinds 1994 wij nu dus permanent een dierentuin onderhouden. We hebben hier 40 aquaria staan, waarvan er een stuk of 10, 12 ongeveer met cyclide, schat ik ongeveer. Ik begrijp dat je goed vermaakt daar, Edwin. Maar heb je nu thuis dan ook nog bakken staan of wordt dat dan allemaal een beetje te veel? Nou, daar kan ik heel erg hard nee op zeggen. Ik heb zelf thuis helemaal geen aquaria meer. Ik heb een jaar of 8 terug heb ik thuis alles opgeruimd. Ik had thuis 5 aquaria staan en was volop aan het kweken met een aantal Malawi-cycliden. En ik denk dat ik de grootste kweekgroep had van Geophagus Theneoparaeus. Een kleinere blijvende geofage soort uit Zuid-Amerika. Had ik een stuk of 10, 11 exemplaren van. Welke centimeter of 10, 12 worden en de mannen iets groter, een centimeter of 16. Ik ben ermee gestopt. Ik had er geen tijd meer voor. In die tijd hadden we hier een tekort aan vrijwilligers. En toen heb ik mij volop gestort op het vrijwilligerswerk hier in die onderwaterdierentuin. En als je rondom me heen kijkt. Ja. Wie heeft er thuis nog een aquarium nodig als je hier 40 aquaria hebt waar je voor kan zorgen? Ik denk dat als ik daar 40 bakken zou moeten verzorgen, dat ik ook geen bak thuis meer zou hebben staan. We zijn natuurlijk allemaal cyclide-liefhebbers en we zijn heel benieuwd wat jullie daar hebben staan. Zou je ons misschien een tour kunnen geven door de Aquazoo en natuurlijk vooral de cyclide even in de spotlight zetten? En kun je ons ook vertellen wat je favoriete bak is? Ik wil jullie graag meenemen door op de Aquazoo. Zou je zien dat wij verschillende cyclide bakken hebben staan met natuurlijk niet alleen dit formaat aquaria, want we hebben aquaria van 60 centimeter groot tot aan dit soort bakken met onder andere discusvissen. We hebben Malawi cyclide natuurlijk, we hebben Tanganyika cyclide. We hebben een West-Afrika biotoop aquarium. Er zitten niet alleen maar cyclide in, natuurlijk, want West-Afrika is best wel een groot gedeelte waar ook nog heel veel andere mooie vissen vandaan komen. En wat hebben we nog meer? Daarnaast hebben we nog frontosa's natuurlijk.
met wat leuke bijvissen die erin zitten. Dus ik wil jullie graag meenemen en ik hoop dat jullie het leuk vinden. En wie weet mag ik jullie een keertje hier in Akersoelidam ontvangen. Zo, dan heb ik jullie een klein stukje verderop meegenomen in het gangenstelsel van onze Akersoelidam. Zoals jullie kunnen zien, rondom mij heen, overal aquaria, paludaria. Voor sommige bakken heb ik eventjes het licht uitgedaan, omdat deze tegenover elkaar staan. En dus de weerschijning en de weerspiegeling van de aquaria ziet, waardoor ik niet heel makkelijk foto's en filmpjes kan nemen. Zijn we bij de discusvissen aangekomen. Discusvissen, het parel van de Amazone, hè. Dat zijn hele statige vissen. Dit aquarium heeft een 1500 liter waterinhoud en is uitgerust met een Back to Nature achterwand. Ja, de meeste mensen kennen wel de Back to Nature achterwanden. Het zijn hele mooie achterwanden zijn, dat ze niet kapot te krijgen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook ontzettend onhandig. Want je raakt heel veel diepte van je aquarium kwijt. Het is een loze ruimte die erachter zit, achter de achterwand. Heel veel mensen denken van, nou dan maak ik daar mijn filtersysteem in. Niet heel handig. Je raakt heel veel ruimte kwijt. Je kan er niet lekker in werken. Dus het is leuk voor de show, maar praktisch is het niet. Wat we in dit aquarium verder nog meer zien, heel veel Amazone zwaardplanten, Echinodorus, Bleheri. Er zitten ook, verstopt, Hypnocisterus. Hypnocisterus contradens zit erin. Ze is ook wel bekend onder het nummer L201. Het is een donkere vis, donkere harnasmeerval met een beetje beige, gelige stippen. Daarnaast hebben we de alombekende Corydoras, welke erin zwemt. Corydoras Aeneas Goldstripe is dit. En om de boel een beetje schoon te houden, niet iedereen kent ze, maar ik zal er eventjes proberen in te zoomen. Porseleinslakken, Septaria porcelana. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ben tegenaan gelopen. Ik denk, we gaan het gewoon eens een keertje proberen. En ik heb nog nooit zulke goede algeneters gehad. Nog veel beter dan bijvoorbeeld Otocinclus. Of welke andere Siamese algeneter. Dit zijn echt veruit, wat mij betreft, de beste algeneters. Om jouw achterwand en je stenen schoon te houden. Planten, daar gaan ze niet zo snel op zitten. Maar de harde ondergrond zijn het super algeneters voor. En het eerstvolgende aquarium, daar loop ik nu eventjes naartoe. Dat is het aquarium waar we hier tegenaan lopen. De meeste mensen herkennen ze wel, de Frontosa's. Sifotilapia frontosa uit het Tanganyika-meer. Hier zwemmen niet alleen deze grote bultkoppen in, maar hier zwemmen ook andere rovers in. Dit is er eentje van. Altolamprologus compressiceps. Musi goldhead is dit. En dan zit hier nog een hele grote vriend van me. Of althans, dat wordt het. Een hele grote. Een umbu kogelvis.
Dit is de geroost wordende zoetwaterkogelvis uit het Tanganyika-meer en omliggende rivieren die daar in uitmonden en weer verder stromen door Afrika. Dus een kogelvis die wordt tussen de 60 en de 70 centimeter groot. Het wordt echt een reus. Dit is nog een kleintje, die zwom, hij zwom vorig jaar zwom hij bij ons in het aquarium tijdens vivarium in een van de showbakken die we hadden. Nou ja, hij heeft nog eventjes te gaan. Hij is nu ongeveer een centimeter of 20 ongeveer. Nou ja, hij zit op dit moment in een groeispurt. Dus dat is elke dag heel veel eten geven. Krab en mosselen. Maar goed, dit aquarium dat staat op de nominatie om dit jaar vervangen te worden. Nou, dit is dus een van de aquaria welke een tijdje terug is ingericht. Een tijdje terug, een jaar of drie ongeveer. En het leukste van het inrichten van een aquarium is toch ook wel het maken van een achterwand. En deze achterwand heb ik gemaakt van Tempex. En deze Tempex is uiteindelijk besmeerd met tegellijm waar kleurstof doorheen zit. En die kleurstof die heb ik aangepast op de stenen die erin zouden komen. De stenen die erin liggen, dat is Ardenner breuksteen. En nou ja, zoals je ziet, de achterwand die valt eigenlijk mooi weg met de echte stenen die ervoor liggen. In dit Malawi aquarium zwemmen hier Letrinops Redcap Itungi. Hele mooie Letrinops zand, zevende cyclide uit het Malawi-meer. Mannetjes krijgen een grote bult op de kop. Hoe groter de bult, des te dominanter is de man. Vrouwtjes zijn natuurlijk een stuk minder mooi van kleur. Daar achterin zitten zitten twee vrouwen die de bek vol hebben met eieren op dit moment. Daar zitten ze. Mannetjes maken een grote kuil, maar dat ze de dames naartoe lokken. En dat is eigenlijk het hele jaar door dat ze dat doen. En verder zien we nog, ze zijn op dit moment niet zo heel mooi meer van kleur. Want ze hebben eigenlijk net de paarperiode gehad. Een hele bijzondere cyclide, want die komt niet meer voor in het Malawi meer. Dat is Copernicrobus virginalis Firecrest meloto. En waarschijnlijk door overbewissing komt deze niet meer voor in het Malawi meer. Ze hebben geluk gehad dat een vriend van me, Atish, die kweekte deze dieren. Die had een hele grote showbak in zijn huiskamer staan. En die heeft een groep van deze dieren geschonken aan ons. Waardoor dat we nu een hele mooie groep hebben van deze dieren. Kijk, wat ik net zei, de dames die zitten, ook van de Copernicrobus, die zitten met de bek vol. Met jongen. De keelzak die is helemaal zwart. Als je goed kijkt zie je hoe zwart, dat, nou ja, je ziet de jonkies bewegen. Dat is eigenlijk in deze periode, ze zijn nu een maand of drie per jaar ongeveer zijn ze bezig met balsen en met paren. En gedurende de rest van het jaar zijn de mannetjes vrij flats van kleur. Maar ondanks dat zijn we toch wel heel erg blij met deze bijzondere vissen die wij in dit aquarium hebben rondzwemmen. Dus dit is een het Malawi aquarium met best wel speciale soorten erin. Ja, en dan is het vanaf het Malawi meer
is het natuurlijk een kleine sprong naar het Tanganyika-meer. Dan gaan we bij ons wel via Midden-Amerika. Hup, kleine omweg. En komen we aan bij het Tanganyika-meer. Nou ja, het Tanganyika-meer kennen we allemaal wel vanwege de vele slakkenhuizen die er op de bodem liggen. En ook die ontbreken natuurlijk niet bij ons. Alleen wij hebben ook een wat minder standaard slakkenhuiscyclide in dit aquarium zwemmen. Hier zwemt hij, de big ass rotzak. Lamprologus calypterus is de grootst wordende slakkenhuiscyclide in het Tanganyika-meer. Het mannetje is nog niet helemaal volgroeid, hij zal nog iets groter worden. Is niet zo heel kleurrijk, maar ja, daar staat het Tanganyika-meer wat mij betreft ook eigenlijk niet echt onbekend om zijn kleurenpracht. Hoewel, als je dit zo ziet, of dan Motilapia ventralis, Orange Cap, zijn toch wel hele mooie vissen. Het Tanganyika-meer staat natuurlijk meer bekend om zijn diversiteit in broedzorg. En dit slakkenhuis Kerkhof, zoals ik het maar eventjes noem, ja, is gevormd door deze grote slakkenhuiscyclide. Hij heeft alle slakkenhuizen die hij kon tillen, heeft hij naar deze hoek toegebracht om vervolgens de dames daar naartoe te lokken. Heel leuk gedrag van deze vissen is, wij hebben twee mannen en twee vrouwen gekocht. En wat gebeurt er? En dat is het volkomen natuurlijk gedrag. Het ondergeschikte mannetje, en daar ligt hij, op de steen, heeft het kleed van een dame. En wat probeert hij daarmee te bereiken? Wanneer de vrouwtjes eieren doen afzetten in de slakkenhuizen, en het mannetje doet deze bevruchten, doet hij zich voor als een vrouwtje en komt hij dus in de buurt van de eieren en zal hij dus proberen de eieren te bevruchten voordat het dominante mannetje dat doet. Heel sneaky, heel leuk gedrag en hij krijgt af en toe krijgt hij daardoor ook wel redelijk op zijn falie, om het maar eventjes netjes uit te drukken. Nou ja, iets net al zien. Of Talmotilapia ventralis, Orange Cap. Een van de mooiere vissen, als je het mij vraagt, is uit het Tanganyika-meer. Vanwege die hele mooie lange ventral fins, of borstvinnen, waar hij zijn naam aan te danken heeft. En dan hebben we natuurlijk ook vrij regelmatig, dus ook met dit, met deze temperaturen, hier zien we het, daar komt ze al. Moeder beschermt ze heel goed. We hebben natuurlijk in dit aquarium vrij regelmatig jonge visjes. En dan zou je denken, ja, brigadis, wie kent ze niet? Maar dit zijn geen brigadis. Brigadis zijn veel fletser van kleur. Wij hebben het hier over de Neolamprologus Maringuensis. Ze hebben veel lichtere witte punten op al hun vinnen. De borstvinnen, staart, rugvin, aarsvin. En hele heldere lichtblauwe oogjes. Ook deze leven in een familieband, net zoals de prinses van Burundi, de Brigadi. Heel leuk gedrag. Eigenlijk dat familiegedrag, dat is dus ook weer een van de verschillende vormen van broedzorg in het Tanganyika-meer. Dit aquarium draait nu zo'n 4 jaar. En
Ja, we hebben regelmatig jonge vissen welke we in het filter terugvinden. Oh, en ik zie hier nog iets. Dat is ook iets, normaal gesproken, de haringcyclide. En het is jammer, want op de film zijn ze veel minder mooi dan dat ze in het echt zijn. Haringcyclide, iedereen die denkt dan gelijk bij haringcyclide aan Cyprichromis. Cyprichromis leptosoma. Maar wij hebben hiervoor gekozen voor juist een heel ander visje. En hier hangen ze. Ze hebben hetzelfde gedrag. Dit is Paracyprichromis nigripinnis. En ja, ze hebben hetzelfde gedrag. Alleen het is een soort die je veel minder vaak in door hobby tegenkomt. Ja, waarschijnlijk omdat ze veel minder fel van kleur zijn. Ze zijn veel subtieler. Ja, het is slecht te zien op de camera. Maar af en toe moet je niet gaan voor de mooie kleuren, maar juist ook voor het apartere, vind ik, in het aquarium. Ja, en als we dan toch in Afrika zijn, dan blijven we eventjes in Afrika. Dan lopen we eventjes door naar dit aquarium. Dit aquarium is een Centraal-West-Afrika aquarium. Met de afmetingen van 4 meter bij 1 meter 25 diep en 80 centimeter hoog. Hierin zwemmen vissen welke in dat gebied voorkomen. We zien natuurlijk de bekende Congozalmen. Maar daarnaast hebben we ook de gele Congozalm. De Phenacogrammus aurantiacus. Visje wat de laatste paar jaar steeds meer in de hobby te vinden is. Daarnaast hebben we hier een redelijke groep van de Afrikaanse glasmeerval. Pareutropius de Bowie is dit. Als je een aquarium neer gaat zetten, neem deze visjes. Ze zijn superleuk. Heeft echt haringgedrag. Blijft in een groep bij elkaar zwemmen. En ondanks dat het wel redelijk drukke zwemmers zijn, zwemmen ze niet continu door je bak heen, zoals bijvoorbeeld de Congozalmen wel doen. Het blijft echt in een school, in een groep bij elkaar. Wat we dan verder nog zien, en hier komt hij voorbij. Het is een vrij ongebruikelijke cyclide. Stomatopia Maria is dat. Een hele fletse vis die je eigenlijk niet in de hobby tegenkomt. Omdat deze dus niet van die hele mooie felle kleuren heeft, zoals bijvoorbeeld kersenbuiken, pelvica chromis soorten uit dit gebied wel hebben. Het is een vis die op wat grotere diepte leeft. Dat is ook wel te zien aan zijn grote oog. En het is echt een rover. Het is echt een rover die we hierin hebben geplaatst om te zorgen dat de jonge vissen die hier in geboren worden niet de overmacht krijgen. Want voorheen zaten hier ook rode acara's in. En dan hebben we het over hemigrammes. Hemichromis species Ancasa zat hierin, welke uiteindelijk bij Michel Keijman vandaan kwamen. Voor de meeste cyclide mensen en mensen die het blad van cyclide lezen, niet geheel onbekend is vanwege zijn artikelen. Veel planten uit dat gebied. Ik ben geen plantenman, ik ben een cyclideman. Dus planten zijn voor mij wat meer ondergeschikt, maar
steeds meer en meer probeer ik mij te verdiepen in het goed houden van planten in een cyclide aquarium. Wat zien we hier verder nog in zwemmen? Als we ze kunnen vinden, vinden we nog de bultkopcyclide uit dat gebied. Steatocranus, Casuarius zwemt hier al in. Maar ja, in een aquarium met deze afmeting is dat nog wel eens lastig zoeken. Wat we wel hebben, en hier zie ik het vrouwtje zitten. Dit is, als ik mij niet vergis, Benitochromis nigrodorsalis. En dan hebben we, hier zit een vrouw. Een wat kleinere blijvende soort die voorheen in de groep van de kersenbuiken werd ingedeeld. Wat het uiteindelijk niet blijkt te zijn, natuurlijk. Dan moet ik eventjes op zoek naar het mannetje. Het mannetje zwemt ook hier ergens rond. Nemen we nog eventjes van de zijkant misschien dat hij daar zit. Ik zie hem niet. Wat ik wel zie is dit. Ik vertelde net bij de discusvissen over de porseleinslak. Nou, die zitten hier dus ook in. Het zijn fantastische opruimers, schoonmakers. Maar er is één klein nadeel wat dat ze doen en dat is eieren afzetten. En hier zitten ze ook weer, ze zitten overal. Die eieren die zullen alleen niet uitkomen in het gewone aquarium. Want het zijn dieren die voor het laten uitkomen van hun eieren hebben ze zout water nodig, een beetje brak water. Ja, dat is dit aquarium dus niet. Dus zullen die eieren ook nooit uitkomen. Groot nadeel van die eieren is dat ze ontzettend lastig te verwijderen zijn van het glas als ze daarop zitten. Dus hou daar rekening mee als je dit soort dieren als opruimploeg wil gaan plaatsen in het aquarium. Dat je dus goed moet schoonmaken daar waar dat ze hun eieren op hebben neergezet. Want er zal altijd een soort van restant achterblijven op de ruit van hun eieren. Nee, zoals je ziet hebben we niet alleen Afrikaanse cycliden, maar in dit grote aquarium van 2 meter bij 2 meter bij 80 centimeter hoog hebben we Midden-Amerikaanse cycliden. Dit aquarium is ook een maand geleden is dat gerenoveerd. Dit heeft 14 jaar gestaan voordat de zijwanden en de achterwand het begonnen te begeven. Dus gedurende de coronaperiode dat wij dus gesloten waren voor het publiek, hebben we dit aquarium volledig kunnen restaureren. Voorheen was er op de zijwanden en achterwanden, die zijn gemaakt van Tempex en daar zat geen epoxy overheen. Kenden we toen nog niet. Maar inmiddels kennen we dat wel. Dus hebben we dat op deze wanden nu wel toegepast. Dus de vissen die kunnen er nu niet meer van gaan knabbelen. Degene die dat voornamelijk deden waren deze jongens. Masca heros argentea. En als je goed kijkt, ze hebben er ook echt wel de tandjes voor. Het zijn nog jonge dieren dit. Ze zijn ongeveer een jaar of 2 oud. Dominante man. Hele mooie blauwe ogen. Daarnaast zien we achterin, hij zwemt nu net weg, een grotere rover uit het Midden-Amerika gebied. Dat is Parachromis friedrichstalli, een neefje van Parachromis dovi, waar deze jongens, Copora nicaraguensis, of tegenwoordig Hypsophrys nicaraguensis, mee samenleven.
Het leuke van deze vissen is dat ze in een soort van symbiose leven met de grootste en agressiefste cyclide uit dat gebied. Deze jongens leggen hun eieren bij de eieren van de Paragromis dovi, welke dan dus door hun worden beschermd. En vervolgens beschermen hun ook de hele groep jongen mee. Op dit moment de temperatuur is aan het stijgen, dus dan zie je ook gelijk weer het paargedrag opkomen. Wat hebben we dan verder nog? Petenia splendida. Een hier met zijn grote mond. Hij is een hele grootwordende cyclide. Wij hebben hem vroeger gehad in het 4 meter aquarium. En dan hadden we een man van 60 centimeter. Ze hebben nog, deze jongens hebben nog, iets, nog een stukje te gaan. Maar op dit moment begint er zich een koppel te vormen. Toen ik hier net kwam, toen zag ik één dame en één heer zag ik balsen naar elkaar. Het zijn, net wat ik zeg, ook dit zijn nog jonge dieren, dus dat zal voorlopig nog wel even duren voordat ze echt eieren zullen gaan afzetten. Maar er begint zich een koppel te vormen. Wat hebben we dan verder nog in dit aquarium? Het zwemt er verder nog in. Nou ja, hier moet uiteindelijk, is niet biotoop correct, maar in dit aquarium wil ik nog Panak armbrusteri erin hebben om het hout mooi schoon te gaan maken. En die kan er nou ingehouden worden, want hij zal dus niet van de wanden kunnen eten omdat die epoxy eroverheen zit. Een van mijn favoriete cycliden uit Midden-Amerika. De Argentea. Ja, en dan vroeg je naar mijn favoriet. En ja, dat is toch wel dit aquarium. Dit is het aquarium waar ik het in het begin over had. Dit is het grote Zuid-Amerika aquarium. Dit aquarium heeft 4000 liter inhoud. Het Zuid-Amerika aquarium heeft voornamelijk grote cycliden als bewoners. En waar ik het, oh, en daar gaat hij, mijn grote vriend Parelrog. Zit erin. En je ziet het zodra ik die kant op ga. Dat is de kant waar ik altijd voer. Dus ze denken, zodra die deur open gaat, krijgen wij eten. Nou, dat is dus lekker niet het geval vandaag. Sigla Kelberi. John, jij kent ze wel. Deze hebben een x-aantal jaren bij jou gezwommen. En een paar jaar terug bij Vivarium hebben ze in het Vivarium project rondgezwommen. Ze zwemmen op dit moment zwemmen ze hier. Er is nog, er komen er drie bij jou vandaan. En ik heb nog één vierde, dat is deze dame. Deze dame komt bij Niels vandaan, Niels Vlaar. Ze doet het hier supergoed. Daarnaast hier. De echte papegaaicyclide. Iedereen kent wel die gekke, lelijke, oranje, goudvisachtige gedrochten van een papegaaicyclide. Maar dit is de echte papegaaicyclide. Ze zijn, als het licht er goed opvalt, zijn ze heel mooi blauw, parelmoer, groen van kleur. Dat zijn geen vissen die je in een klein aquarium moet houden, want in een te klein aquarium zullen ze elkaar zeker te lijf gaan, totdat de dood erop volgt. Ja, schijfzalmen. Mileus rubripinnis is dit. Het is in de hele verte is het familie van de piranha, wordt ook wel de vegetarische piranha genoemd. Schitterende vissen, een school van 15 stuks in dit aquarium.
waar ik regelmatig ook zie dat ze eieren doen afzetten, paardgedrag. Nou ja, daar komt natuurlijk van die eieren komt niks terecht. Maar het paargedrag is fantastisch van deze dieren om te zien. Nou ja, mijn grote vriend, paardoorlog. Hij is de laatste die over is gebleven van drie. Dit is een survivor, want hij had het moeilijkst van de drie. Toen ze binnenkwamen, waren ze niet groter dan een schotelkopje. Ik heb, nadat ik uiteindelijk veel tijd en energie heb gestopt in het grootbrengen van de jongen, heb ik ze hier in dit aquarium gedaan. Ja, hij werd gepest door de andere twee. En toen heb ik hem er weer uit moeten vangen. In quarantaine moeten zetten, bij moeten voeren. Laten aansterken en vervolgens als payback heeft hij dus helaas die andere twee roggen heeft hij naar de vissenhemel geholpen. Fantastisch beest. Als die eenmaal is geacclimatiseerd, dan heb je een fantastisch beest in je aquarium. Maar onthoud wel dat het echt grote jongens worden. En als je ze dan neemt, neem dan een mannetje. Want een mannetje wordt lang niet zo groot dan een vrouwtje. Een vrouwtje wordt echt twee keer zo groot als het mannetje. En is daarnaast, wanneer dat ze dus met pups, wanneer ze met jonkies zit, is ze veel moordlustiger en agressiever naar de medebewoners. Omdat ze dus haar jonkies die ze in de buik heeft moet kunnen voeden. Daarnaast verscholen de snoekcyclide, dame, oh, man zit erachter. Crenicygla atabaporet. Super mooie dieren. Een heel hecht koppel dat al een aantal jaren door dit aquarium zwemt. Nou ja, pauwoogcyclide. Wie kent ze niet? 6 stuks. Wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we natuurlijk de grote meervallen, de spatelbekmeervallen. Een hele dikke buik, want al het voer wat dat in het aquarium gaat, dat eisen zij eigenlijk op. Tot het moment dat ze ja, vol zijn, vol gevreten. Je ziet ze veel in de handel. Maar bedenk echt, wanneer je dit soort dieren houdt, ze worden echt groot. Er wordt gezegd 30 centimeter. Hè? Dat staat in de boeken. Maar ik heb hier exemplaren die over de 30 centimeter heen gaan. Welke trouwens ook bij Niels vandaan komen. Dan gaan we nog op zoek naar L-nummers. Want L-nummers, harnasmeervallen, die zitten hier ook in. Nee, er zitten natuurlijk niet alleen cycliden in dit aquarium. We hebben natuurlijk ook L-nummers welke uit dit gebied voorkomen. Hier zien we een van die kleine, hele mooie visjes. Scobinancistrus aureum is dit. Sunshine Pleco L014. Het zijn nog jonge dieren. Het zijn dieren die heel langzaam groeien. Ja, de L-nummer, de harnasmeerval die het meeste geel in zijn lichaam heeft, op één soort na. Dat is een soort die heb ik pas één keer gezien. En dat is een soort die wat kouder water nodig heeft. En daar ben ik eventjes de naam van kwijt. Wel mijn droomvis, maar niet te houden in dit aquarium, omdat dit aquarium gewoon veel te warm is. Hier zitten er trouwens twee van in. En daarnaast, even kijken, ik zie daar die andere toevallig liggen in mijn ooghoek. Ja. Elke keer als je in dit aquarium kijkt, is het weer een soort van ontdekkingsreis van waar zit wat verstopt. Daar ligt hij.
Luteus is trouwens die naam. Luteus is de tweede naam van die vis. Die is een super mooie vis. Maar niet geschikt voor in dit aquarium. Hippostomus luteus, dat is hem. Nou, dit is dus mijn favoriet. Met grote rovers. Er is nog één vis die er aan toegevoegd wordt en die zit nu in de opkweek. Doordat die iets groter is, dat is een zwarte arowana. Die wordt een stuk kleiner dan dus een bekende neef. De zilveren arowana. Zwarte arowana wordt slechts, tussen aanhalingstekens, 80 centimeter lang. En die zal hier over enige tijd zal die hier zijn entree maken. Om de bovenwateren in dit aquarium te bevolken. En dan is dit aquarium wat mij betreft helemaal afgerond. En ben ik helemaal tevreden met mijn monsterbak. Waar ik per week toch wel een uurtje of 6-7 naast mijn gewone werk mee bezig ben. Nou, dit was mijn vlog voor het MVC over de cyclidebakken bij Aqua Zoelendam. Maar zoals jullie kunnen zien rondom mij heen, hebben we niet alleen cyclidebakken. Ik ben omgeven door aquaria, zoetwater, zeewater, cycliden. Hier toch nog eventjes gauw een glimp van het grote haaien aquarium wat we hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wie weet dat we elkaar hier een keertje kunnen treffen bij Aqua Zoelendam. En voor nu ga ik hier bij een van de aquaria zitten. En ik drink een biertje op de hele mooie hobby die we hebben. Dankjewel. Nou Edwin, geniet van je biertje en hartstikke bedankt voor je tijd en deze mooie rondleiding in de Aqua Zoo. Ik moet nog steeds een keer bij jullie op bezoek, dat is er nog niet van gekomen, maar na deze beelden ben ik natuurlijk extra enthousiast. En voor de kijkers thuis, ik hoop dat jullie ook enthousiast geworden zijn om een keer bij de Aqua Zoo langs te gaan. En verder hopen jullie natuurlijk bij de volgende vlog weer te zien. En wil je nou meer van ons zien, like ons dan op Facebook, abonneer je op dit YouTube kanaal en word gewoon lid van de NVC. Tot volgende keer!